het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant podcast. We gaan helemaal uit onze plaats vandaag alweer. Ja, let's rock and roll bij de Andere Krant. Zo, echt hè? Dit is de Andere Krant podcast. We doen wekelijks een voorbeschouwing op de krant die zaterdag uitkomt. En deze week praat ik met journalist Elze van Hamelen en wetenschapsjournalist Riepke Zijlmaker. Dat is helemaal correct, ja. Riepke, welkom. Nou, dankjewel dat ik hier even mocht verschijnen in jouw illustere woonplek hier in het pittoreske Zwolle. Leuk, hè? Ja, man. Ik ga je helemaal uit mijn plaat in deze woonwijk hier. Ik merk het al. Ja, je moet zelf de slingers ophangen, zeggen ze wel eens, hè? Heel veel, denk ik. We gaan het hebben over toch wel een heftig stuk wat jij geschreven hebt deze week. Ik heb het alvast een beetje in kunnen kijken, maar ik schrok hier best wel van wat jij hebt meegemaakt. Tenminste, wat je hebt geschreven. Nou, het gaat dus al in het kort over de leider van het windmolenprotest in de achterbuurt van Groningen. Hè? De Drentse Monden, Oude Pekela, Stadskanaal, dat soort. Platform Storm. En dat is een hele keurige accountant. En die ontdekten toen in 2010, 2011 door een boer die uit de school klapte. Die moest allemaal onder de pet gehouden worden, dat windmolenplan van het ministerie van Economische Zaken. Dat daar echt een giga windfarm echt gewoon in hun achtertuin zou komen. En heb je het echt over honderden molens. En die boer die kreeg een beetje gewetensroeging richting zijn omwonenden. Dus die verklapte toen toch een beetje van, ja, oh, dat kon wel eens veel groter worden dan die. Want er was een of ander informatiefilmpje van de overheid heeft een vaste procedure, dure prostituee. Hè, dus zo'n zo'n bureau die ze door de mer heen loodst, een milieueffectrapportage. Mm-hmm. Ja. En dat doen ze dan met een vorm van beeldmanipulatie. Dus eigenlijk dat het, als je maar genoeg groothoekperspectief gebruikt, dat hebben ze ook bij Windmolenpark Friesland gedaan, notabene in PKB-gebied de Waddenzee. Hè? Dan gebruiken ze zo'n enorm groothoekperspectief dat er echt die mini-molentjes nog staan. Oh, dus dat je denkt voor de beeldvorming doen ze dat dan zo? Ja, maar daarmee kregen ze het, ook Windpark Friesland kregen ze gewoon door de Raad van State heen daarmee. Datzelfde trucje hadden ze daar ook toegepast. Dus dan kreeg je daar in zo'n filmpje van dit wordt het windpark. Nou, dan zag je een paar kleine molentjes achter een schuurtje wegvallen. Mm-hmm. Maar zij ontdekten toen mede door die boer en zo van hoe hoog worden ze? Ja, met tiphoogte van 200 meter. 200 meter? Ja, ja, die Windpark Friesland molens die zijn ook 189 meter hoog met tiphoogte. En die zitten dan bij wijze van spreken in je achtertuin? Nou, nagenoeg. Kijk, in Nederland geldt ook een veel kleinere minimum afstand tot woningen. Je hebt andere landen, dus bijvoorbeeld minstens een halve kilometer of zelfs anderhalve kilometer. Hè, omdat je ook infrageluid hebt en verschillende gezondheidseffecten en natuurlijk ook een risico. Voorbeeld is ook dat wanneer het winter is en er komt ijsaanslag op. Nou, dan moet je niet in de buurt van zo'n molen komen. Want dan kun je de ijsspegels kunnen gewoon door je hoofd heen vliegen. Zo. Ja. Ja, want je in het artikel schrijf jij dat je bent op bezoek gegaan bij Jan Nieboer. Hè? Dat is een accountant. Ja, dat is die accountant en dat werd toen de leider van het windmolenprotest. En dat is ook wel een beetje een soort natuurlijke vorm van leiderschap. Gewoon heel gearticuleerd, rustig, heeft een eigen accountantbureau. En hij is niet op zijn achterhoofd gevallen. Kan bijzonder goed uit zijn woorden ook komen. Ja, en dat zijn nu net de tegenstanders waar de overheid echt een enorm hekel aan heeft. Want die zijn effectief. Kijk, als je gewoon maar wat roept en schreeuwt en dan heeft het allemaal niet zoveel zin. Dan denk je, ja, dan maak je je eigen protest wel belachelijk. Maar wat maakt hem dan zo effectief? Nou, het consequent, ook hij is wel tientallen keren ook in de media geweest met het vertellen van zijn verhaal. En daar was hij ook zo goed in, dat uiteindelijk, dat bleek ook, hè, dat heb ik ook geschreven. Uiteindelijk hebben ze dus van de meer dan 250 molens die gepland waren, zijn er uiteindelijk nog maar 45 gekomen. Hmm. Dus daar verbaasde ik mij ook over. Wij zijn daar afgelopen week dus naartoe gereden. Echt een beetje die Gronings-Drentse prairie daar bij Oude Pekela en Nieuwe Pekela. Heel gezellig. Ja. En dan hing er ook nog zo'n druilerige novembermist. Maar daar vielen die molens bijna in weg. Het was veel minder erg dan ik had verwacht. Maar dat is dus door effectief protest hebben ze dat afgedwongen. Maar wat kwam toen op een gegeven moment? Zij gingen dus... Nieboer die ging allemaal om een beetje het plan in perspectief te brengen. Want er werd gewoon nul informatie gegeven vanaf het ministerie van Economische Zaken van hoe het er nou werkelijk uit zou komen te zien. En dan was er zogenaamd een informatieavond en een inspraakavond. Had hij alvast van die affiches gedrukt waarin je dus
ziet hoe hoog 200 meter wel is ten aanzien van gebouwen daar in de omgeving. Ja. Die had hij in 15.000 fout gedrukt. Dat was de omgeving doorgegaan. Ja, en toen was de geest van protest natuurlijk uit de fles. Want er was vanuit het ministeriekant was minimaal zo niet geheel geen eerlijke informatie. En eigenlijk was alles al in kannen en kruiken. Want wat doen ze met zo'n windmolenproject? Dat verklaren ze tot nationaal belang. En dat parkeren ze dan onder de crisis- en herstelwet. Dat is ook zo'n zogenaamd tijdelijke wet die er nu alweer 11 jaar is. En die tijdelijke crisiswet maakt ieder project dat je daar onder parkeert, dan heeft als omwonende heeft bezwaar maken eigenlijk al geen zin meer. Ja, ik denk, ik heb het ook gelezen, dat was ook een van mijn vragen. Je komt er nou zelf mee. Ja. Maar dat is toch ook wel, dat is toch krankzinnig. Dus als die wet dat zo schetst, dan zijn omwonenden gewoon kansloos. Ja. Daar komt het uiteindelijk op neer. En dan mag je voor de vorm, hè, want de moderne Nederlandse overheid wil zich graag nog een... Hè, alles draait tegenwoordig niet meer om karakter, maar om imago. Hè. Dus je wilt je imago van democratie hoog houden. Dus dan krijg je van die meepraatavonden, informatieavonden. Maar het was zelfs zo opgelopen dat, omdat ze dus al ervoeren van, oh, er komt enorme weerstand. En moest je eerst van tevoren via een website opgeven en dan kreeg iedere inwoner kreeg dan een streepjescode. En pas als jij helemaal was geregistreerd met geboortedatum en alles, dan werd je gebliept en mocht je dan naar binnen bij de informatieavond. Zo ging het al. Het andere was ook gewoon, ze ontdekte al wel. Ja, en zij probeerden een alternatief aan te dragen. Van ja, nou, dan doen wij wel een zonnefarm of zo. Hetzelfde vermogen, dat zie je niet zo erg. En we kennen nog wel een boer met van die schrale grond. Zet daar dan zonnefarm op en dan vinden we dat ook goed. Maar nee, dit moest er komen en alles was alleen kannen en kruiken. Dus voor het imago van de overheid die zichzelf een democratie noemt. Hè, dat zie je trouwens ook bij rechters hè, van de rechtbank. Hè, die hebben, dat zijn van die D66'ers met een baantje voor het leven bij de overheid. Die van zichzelf het imago hoog willen houden. Oh, wij zijn de rechtsstaat. Ja. Maar wat zijn ze? Ze houden vooral het eigen imago hoog van de rechtbank, het prestige. Ja. Hè, terwijl je ook steeds meer ziet. En dat, daar kwam hij ook achter dat die hele trias politica in Nederland gewoon helemaal niet meer bestaat. Want er zijn ook andere protesten geweest, ook wel tegen een andere windfarm. En die kwamen uiteindelijk ook bij de Raad van State terecht. En wat zien we dan? Weer dankzij die crisiswet, dan is een project tot nationaal belang verklaard. En dan zegt de Raad van State letterlijk, jouw burgerbelang is ondergeschikt aan dit nationaal belang. Maar ja, wat is nationaal belang? Ja. Dat is het belang van een kleine oligarchie van topambtenarij. De ambtenaar die daarvoor verantwoordelijk is, dat is Sandor Gaastra, en die was eerst directeur-generaal bij de politie in 2012, toen de politie dus genationaliseerd werd. En die nationalisatie is heel belangrijk geweest, want wat betekent dat? Dat je de vroeger lokaal verbonden politie, die dus dienstbaar was aan de burgers lokaal, maak je nu tot politiek instrument van het ministerie van Veiligheid. Die maak je nu nationaal aangestuurd. Vroeger had je ook allerlei politieregio's. Die waren in veel meer opgedeeld. En dan kon je nog een eigenwijze korpschef hebben die verbonden was met de gemeenschap. En die, we kennen misschien allemaal. Ik ken uit mijn jeugd ook gewoon de streng maar rechtvaardige diender. Ja. Van slecht tegen, gewoon strak tegen criminelen. En goed voor de bevolking. Daar had je achting voor. Maar ik heb hetzelfde meegemaakt ook. Hè, maar daar komen we zo wel even op. Maar uiteindelijk kreeg Nieboer dus echt een behandeling als zijnde een soort terrorist. Ja, maar daar wil ik even naartoe, want dat heeft me, dat ben ik echt van geschrokken. Ja. Dat hij dus, er hangt dus nu een celstraf van een jaar boven zijn hoofd. Hè? Ja, nog steeds. Ja. En ondanks dus dat je zo effectief bent in media, hè, ze proberen gewoon het varkentje te wassen. Want zoals hij ook zei, kijk, wanneer ze hebben hem gewoon 3 jaar gevolgd. Ze plaatsen een tracer onder zijn auto. En ze konden gewoon niet hebben hè, dat hij drijvende kracht kon zijn. En hij merkte ook van, hey, als ik dit niet meer doe, het protest aandrijven, dan valt de spreekbuis weg en dan stort alles ook in. Hè, want iedere groep heeft ook gewoon een leider nodig, een condensatiepunt, een spreekbuis. Ja. Hij kon het eigenlijk net iets te goed. Hij was te goed in zijn rol. Hij was te goed in zijn rol, ja. En dan kon het ministerie dus. Dus ze hebben alles gedaan om wat bij hem te vinden. En uiteindelijk waren er waren ook door omwonenden waren toen boze brieven gestuurd naar die bedrijven die dus deelnamen. Ja. En die zijn als dreigbrieven uitgelegd dus. En tegenwoordig word je ook al opgepakt als je iets onaardigs zegt op Twitter.
En dat is die klokkenluider Huig Plug ook al over. Ja, bekend verhaal inmiddels. Ja, ja precies. Ja, die zit nu ook alweer een dikke week. Zit hij in een penitentiaire inrichting in Almelo, geloof ik, of zo. Ja, Almelo, ja. Ja, dus het komt erop neer wie effectief is tegen de overheid en die ook op de zere plek wijst, die krijgt gewoon het justitieel apparaat achter zich aan. En ik vermoed zelf daar gaat het artikel niet over, maar dat kan nog een andere keer wel, de politisering van de politie. Hè? Dus het parkeren onder een ministerie van Veiligheid. Mm-hmm. Hè, ook alleen op die naam, ministerie van Veiligheid. Hè, dat klinkt wel heel erg George Orwell, vind je? Ja, een beetje wel. Maar wat ik ook wel bijzonder vind, is dat... kijk, in je artikel, ik wil niet alles verklappen, want de mensen moeten het gewoon gaan lezen. Gaan lezen, want anders zou ik bijna mijn artikel voorlezen. Dat moeten we niet jammer, doen, maar nee. Er staat ook een voorbeeld in, nou ja, waarvan ik dan denk van, wie zijn hier nou de terroristen? En dat is eigenlijk een teaser voor de mensen, maar dit gaat even wat verder dan wat we nu schetsen. Als je gewoon nuchter kijkt... kijk, die Nieboer die werd uiteindelijk verantwoordelijk gehouden voor brieven die er zijn gestuurd. En het maakt ook niet uit of ze daar bewijs voor konden vinden of niet. Ze haalden ook gewoon zijn hele klantenbestanden van overhoop van zijn accountantskantoor. Dus ook lak aan privacy van klanten. Nou ja, dat zie je nu ook al wel komen. Want we zagen ook al, daar kwam financieel journalist Arno Wellens mee. Dus dat de ING in België al een pilotproject heeft van jouw injectiegegevens koppelen aan jouw financiële gegevens. Nou, dat hadden we niet aanzien komen, dit, hè? dat kwam echt 2 dagen nadat ik al had geschreven. De QR is natuurlijk het doel. Dat hele injectieverhaal, iedereen ziet nu ook wel. Ja, die dingen die beschermen helemaal niet, zijn juist meer dubbel geïnjecteerden die nu ook weer in het ziekenhuis belanden. Precies. Dus waar gaat het om? Nee, het gaat erom die tweedeling van die QR. Want ze willen uiteindelijk iedereen... En dat is ook Europese regulering die op 22 juni 2022 moet die ook in Nederland in effect zijn. Dat is de Digital Identity Wallet. Wat gebeurt er dan? Kijk, dus het feit dat zo'n bank gewoon mag zeggen van ja, oh wat leuk en handig voor jou. Hier, nu kun je ook jouw eigen medische dossier inzien. Huh? Hoe komt jouw bank in godesnaam nou aan jouw dossier? Nou, inderdaad, ja. Huh? Privacy dus, wil ik maar zeggen... Bij het ik noem het ook niet meer ons over, het is hun overheid. Want het is een overheid die in bezit is van een globalistische oligarchie. Hè? Van multinationals, banken, uiteindelijk zit het BlackRock. Al die grote banken die zijn bezig met een kapitaaltransitie-operatie. We kennen het nou inmiddels wel, de Reset. Ja, de Reset, De Reset, daar is dit allemaal een gevolg van. Nou ja, omdat mensen ook niet graag bestolen worden... Hè, moeten ze ook in een soort totalitair keurslijf gedwongen worden... gewoon vastgehouden worden. Ja. En daarin zie je dus ook dat al dit soort maatregelen... vraag de politieman op straat... ja, die kan George Orwell nog niet eens spellen... dus die is zich daar niet van bewust. Hè, die geloven zelfs nog dat werkelijk in corona... dat dat echt werkelijk heel erg is... in plaats van gewoon een nieuw griepvirus. Hè, maar... hoger in de top, hè, zo'n grapperhaus... die moet wel degelijk weten waar hij mee bezig is. Ja, tuurlijk. Ja. Maar ik wil even terug naar Jan Nieboer. Want, Even af te maken, ministerie van Veiligheid... ik noemde dat al even heel Orwelliaans. Ja. Maar kijk dus altijd ook nooit naar de verkooppraatjes... van met welke argumenten wordt een beleid verkocht. Maar kijk gewoon, gooi dat allemaal maar overboord. Net als Coca-Cola is goed voor je de lekkerste op aarde. Hè. Mm-hmm. Zal wel. Wat doet het met je tanden? Kun je dan beter naar kijken. Nou, zo geldt het bij beleid. Hè? Met de argumenten waarmee dat verdedigd wordt, geldt het precies hetzelfde. Die verkooppraatjes, ook net als bij klimaat. Hè? Dus, de hele pretentie dat de overheid even aan een thermostaat van de aarde draait. En dan krijgen we een soort klimaatutopie op aarde. Zou wel lekker zijn natuurlijk. Oh, geweldig. Joh. Ja. Wat werd het hier aan Spanje? Joh. Oh. Maar even terug. Hè, maar, nee, maar om dus veiligheid, hè? Want dan moet ik het ook even inderdaad afronden. Ja. Wat impliceert... een ministerie van Veiligheid nou wel? Ja, van veiligheid krijg je nooit genoeg, net als gezondheid. Dat is dus niets anders dan een totale volmacht... van een ministerieel apparaat voor totale controle... over ieder aspect van het leven. En je ziet dat ook dat na 9-11, 2001... uit naam van de War on Domestic Terror... Is dat zowel in Amerika, eigenlijk alle westerse landen is dat uitgerold. Ja, gigantisch. En daar is dat ministerie een consequentie van. En daaruit kwamen ook die veiligheidsregio's... En nu is het zelfs al zo, dat weten heel veel mensen ook niet. Hè. Heb je de RIEC, het RIEC. Jeroen Pols, die kwam daar al mee. Ik wist dat eerst ook helemaal niet dat het bestond.
Maar daar zitten gewoon de burgemeesters, rechtelijke macht, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst op bij elkaar op schoot van, hey, wie kunnen wij preventief, oftewel voordat er een strafbaar feit is gedaan, wie kunnen wij daar nu al in de weg zitten? En dan ronden we ook af. Iets vergelijkbaars hebben ze ook bij Jan Nieboer gedaan. Kijk, oké, okay, want dat het verhaal met al die nieuwe clubjes die ontstaan, hè, die door de overheid worden aangestuurd, daar heeft Else van Hamel het ook nog over. Ja. Maar mijn vraag is ook nog even aan jou van, hè, als zo'n Jan Nieboer, die spreekt zich uit, die heeft het gore lef om zich uit te spreken en wat aan te doen of te willen doen. Ja. Als dit nou al niet meer lukt, hè, als we nou zien dat mensen die dat op een juiste manier proberen aan te vliegen, als dat al helemaal wordt gekaapt, ja, wat kunnen we dan nog wel doen? Ja, nou valt het stil. Zie, er is maar een bepaalde mate waarin je op redelijke wijze nog van gedachten kunnen wisselen. Dat kan alleen als jouw wederpartij ook een vorm van beschaving heeft. En wat wij nu zien, hè, zeker bij het gewoon onrechtmatig regerend demissionair regime, waar wij gewoon ziet dat... ik heb ook op mijn website interessante tijden geschreven. Ze voldoen aan alle kenmerken van het satanisme. Het heeft drie pijlers, hè, het satanisme. Dat is eigenlijk een vorm van turboliberalisme. Hè, dat is moreel relativisme. Hè. Liegen is het nieuwe normaal. Dat is verder ook zelfaanbidding. Hè, nou ja, dat zie je ook bij die zoon Hugo de Jonge. Dat is alleen maar kijk mij. Mm-hmm. Hè? Ja. Ook een beetje de mensen die als God wil zijn. Dat zijn twee pijlers en er was er nog een derde. Maar dat zijn hele belangrijke pijlers. En je ziet steeds in hun gedragingen, hè, het gaat ook niet meer wat goed is. Hè, het is ook het ontkennen van het kwaad. Het is alleen maar might is right, macht is waarheid. Maar ze draaien het om, hè? Ze draaien, ja, het om. Ze draaien alles om. En dan is het ook alleen maar, het doet er ook niet toe of iets waar is of goed of schoon. Of het gaat alleen maar, komen wij ermee weg? Ja, wij komen ermee weg. En dat was ook de uitspraak die het Openbaar Ministerie richting Jan Nieboer. Wij mogen alles. Ja, dus het is ook niet van, goh, we hebben nog een innerlijk moreel kompas. Nee, als wij er maar mee wegkomen, jij klein burgertje, je stikt maar weg in een cel. Riepke, dank voor je tijd. Ja, ongelooflijk, hè? Wil je weten wat er echt speelt in de samenleving? De Andere Krant. Mijn krant. Ik ga verder met Else van Hamelen. Else, welkom. Hi Niels, leuk er weer bij te zijn. Ja, nou ja, dit is nog leuk, maar het volgende stuk wordt wat minder leuk volgens mij. Mm-hmm. Want er komt een nieuwe wetgeving aan. En dan hebben we het over de Eerste en de Tweede Kamer die daar druk mee bezig zijn de laatste tijd. Mm-hmm. En je bent afgelopen week het gesprek aangegaan met Privacy First, Bas Filippini. En mm-hmm. Jurist Jeroen Pols, hè? Ja, met Bas Filippini en Jeroen Pols. Bas Filippini heeft Privacy First opgericht, maar hij werkt daar nu niet meer volgens mij. Oké. Nou, ja. Dus dat even voor de duidelijkheid. Wat kwam er eigenlijk uit dat gesprek met die heren? Eerst een stap terug. Kijk, de pagina die ik schrijf, die heet Mensen Macht. Dus ik kijk heel erg naar machtsstructuren. En daarvoor probeer ik onder andere ook zeg maar technocratische of surveillance ontwikkelingen in de gaten te houden. Omdat ik soms het idee heb van dat er bijna een soort openluchtgevangenis om ons heen gebouwd wordt. Zonder dat we het doorhebben. En wat me dus deze week op was gevallen, dat er dus drie initiatieven liggen die gewoon de surveillancecapaciteit van de overheid heel erg vergroten. Dus toen ik met Karel Beckman besprak van wat gaan we schrijven deze week, toen zei hij, kun je er niet één artikel van maken? En hij raadde dus aan met Bas Filippini te spreken, omdat die is heel goed onderlegd op het gebied van privacy. En ik had zelf eigenlijk een aantal vragen over hoe dit staatsrechtelijk in elkaar zat. En daarvoor heb ik Jeroen Pols benaderd. En Bas Filippini dus, die was heel genuanceerd eigenlijk. Of tenminste, duidelijk in zijn stelling over deze wetgeving, vooral de WGS. Maar ja, hij erkent wel van, kijk, soms is het nodig om informatie te... Kijk, in de grondwet is onze privacy beschermd. Maar er zijn gewoon uitzonderingsgebieden. Dus bijvoorbeeld het OM of de politie of de AIVD, die mogen informatie over ons verzamelen. Maar dat is onder hele strikte voorwaarden, onder toezicht. En ze hebben daar een wettelijk mandaat voor. Mm-hmm. En hij zei, je hebt gewoon ook grijze gebieden. Maar hij zei, op het moment dat je dat dus wil uitbreiden, dan moet je gewoon heel duidelijk zeggen van, wat is het doel hiervan?
Is deze dataverzameling tijdelijk? Is het wel in verhouding? Van, is er een hele serieuze reden, bijvoorbeeld kinderporno? Van, ja, dat willen we bestrijden, dat is een hele goede reden. Er zullen de meeste mensen voor instemmen dat daarvoor soms het recht voor privacy overschreden mag worden. Ja, ja. Maar hij gaf dus een aantal criteria aan van waaronder je dat mag doen. En wat je eigenlijk ziet bij deze twee wetten is dat er gewoon een vrijbrief wordt gegeven voor dataverzameling en data-uitwisseling, zonder dat die criteria gewoon heel helder zijn opgesteld. Van, ze zijn zelfs zo vaag dat er ja, gewoon heel veel onder kan vallen, waardoor het gewoon niet op de juiste manier gebeurt. En dat is ook de kritiek grotendeels van de autoriteit persoonsgegevens. Ja, dat viel me wel op in het artikel, want de wetten zijn dus heel vaag, maar laten ze dat nou bewust heel vaag of wat weet je daarvan? Ja, kijk, ik kan niet naar. Ja, die indruk wekt het wel, want het is gewoon. Het is zo breed opgezet dat het eigenlijk het ministerie van Justitie. Misschien om ze één voor één af te gaan. Bij de Tweede Kamer heeft demissionair minister Grapperhaus heeft op 9 november een wet ingediend, een voorstel. De wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie, analyse, terrorismebestrijding en nationale veiligheid. En dat is eigenlijk een wet die een juridische basis geeft aan de activiteiten van het NCTV. Mm-hmm. Dat eerder dit jaar in opspraak kwam omdat ze allemaal dossiers aan het aanleggen waren en daar dat eigenlijk gewoon niet mogen. Ja, dat is de terrorismebestrijding, hè? Ja. Nee, ja, maar ze houden zich ook bezig met. Ze mengden zich. Iemand die werkzaam was bij het NCTV, die liet zich op Twitter heel kritisch uit over Omtzigt bijvoorbeeld. Dus die ging zich in OM-zaken mengen. En ze leggen. En bijvoorbeeld de Blauwe Tijger was aangemerkt als. Ik weet niet, terroristisch of radicaal of gevaarlijk. Dus ja, ze leggen dossiers aan van burgers die niet helemaal aan de pas meelopen. En dat hoort natuurlijk niet zomaar op een afdeling op het ministerie van Justitie. Van als er burgers in de gaten gehouden moeten worden, dan hoort dat bij de AIVD. Maar dat kan niet zomaar een willekeurige afdeling op het ministerie van Justitie doen. Dus wat ze doen, dat klopt gewoon niet. En met deze wet geeft ze dat eigenlijk een stempel van goedkeuring. Gewoon een vrijbrief. Ja, ja, wat ik ook las was de wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Ja, die is. Ja, dat is heel dubieus wat ik daarin tegenkwam in het artikel. Het gaat dus om de basis om gegevens te verzamelen ter bestrijding van fraude of criminaliteit. Mm-hmm. Maar ze mogen ook afgaan op een signaal waarbij banken, verzekeraars en energiebedrijven gegevens kunnen uitwisselen wanneer een van hen een signaal ontvangt. Ja, dan komen we dus terug bij die kritiek van het autoriteit persoonsgegevens. Oh ja, deze wet die ligt al bij de Eerste Kamer. Ah. Dus hier heeft de Tweede Kamer voorgestemd in afgelopen december. En die is nu in behandeling in de Eerste Kamer. En hier ook zegt de autoriteit persoonsgegevens bijvoorbeeld dat signaal niet goed gedefinieerd is. Dus op het moment dat een buurman een telefoontje pleegt naar een van de instanties die onder die samenwerkingsverbanden vallen. Over nou ja, dat ik verdacht gedrag heb, dan kan dat al een signaal zijn. Dus bijna alles kan eigenlijk aanleiding geven voor zo'n samenwerkingsverband om een onderzoek naar jou te starten en dossier te vormen. En wat hier wel belangrijk aan is, is dat het dus gaat om publieke en private partijen. Dus het is niet alleen de uitwisseling tussen overheden onderling. Maar je kunnen dus ook banken, verzekeraars, energiebedrijven bij betrokken worden. En in deze wet is het aantal samenwerkingsverbanden is helemaal nog niet duidelijk. Want die mag de demissionaire minister van Justitie later uitbreiden door middel van een algemene maatregel van bestuur. Okay. Dus het is eigenlijk ook gewoon heeft een totaal open einde. Jeetje, ja, maar dat is toch best wel.
Ja, dat is best wel een gevaarlijke situatie. Want als ik zomaar een belletje kan doen om te zeggen van... nou ja, mijn buurman die heeft een wat te grote auto voor zijn inkomen. Ja, dat lijkt me dan toch wel heel ongewenst. Ja, dat is ook zeker. En dat benadrukt de autoriteit persoonsgegevens ook. En het is ook van, als je dit dus samen neemt... want die eerste wet die we noemden, die bij de Tweede Kamer ligt... Het is een lange zin hoor, maar dat geef je een beetje... De wet beoogt het verhogen van de weerbaarheid ten aanzien van terrorismebestrijding... en de bescherming van de nationale veiligheid door het versterken van de weerbaarheid van de samenleving... het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting en het beschermen van vitale belangen in de samenleving. En dit wordt dan de taak van de minister van Justitie. Mm-hmm. Dus aan de ene kant... geeft het dat mandaat aan de NCTV, maar ze benoemen niet zozeer die NCTV zelf, maar ze zeggen meer van het ministerie van Justitie, die mag alles wat onder dit vage doel valt, beschermen van vitale belangen in de samenleving. Daarvoor mogen ze dus persoonsgegevens gaan uitwisselen en coördineren en verzamelen en dossiers aanleggen. Ja, maar wat me ook opvalt is de autoriteit persoonsgegevens. Hè, die geeft in beide gevallen aan dat dat de wet beter niet aangenomen kan worden. Maar hoe serieus wordt het eigenlijk genomen? Ja, dat gaat de vraag zijn. Want in principe is de autoriteit persoonsgegevens, dus de autoriteit die hier de waak komt. Maar dat moet nu de praktijk leren van gaan ze naar die waak komt luisteren. Want ook die wet die bij de Eerste Kamer ligt... Ik heb nog geen advies gelezen dat hier positief op gereageerd heeft. Dus het OM, de politie en er was er nog één. Die reageerde van, de Orde van Advocaten. Die zeiden alle drie van, we hebben te korte reactietermijn gehad. Eén van hen moest in 3 dagen reageren. Dus ze konden niet uitgebreid inhoudelijk reageren. Maar voor zoveel ze wel een reactie gaven, was het gewoon kritisch. En de Raad van State uitte zich ook kritisch. Maar ja, we hebben wel gemerkt in het afgelopen 2 jaar van... Dat we een regering hebben die een beetje zijn eigen koers vaart wat dit soort dingen betreft. Ja, ja ik ben ook wel even benieuwd naar hoe jij er zelf naar kijkt. Want je hebt ook Jeroen Pols gesproken, de jurist. Mm-hmm. Die was eigenlijk nog wat kritischer dan Bas Filippini. En hij maakte vergelijking met de Stasi. Is dat terecht of gaat dat wat te ver? Nou, ik denk dat hij dat op zich wel scherp ziet. Want dat was eigenlijk voor mij een beetje aanleiding... waarom ik dit ook in de gaten aan het houden ben... is omdat je bijna de indruk krijgt... dat elke overheidsinstelling zijn eigen... is een beetje overdreven gezegd... maar de inlichtingendiensten schieten als paddenstoelen de grond uit. Natuurlijk hebben we een inlichtingendienst, dat is de AIVD... Mm-hmm. Maar ja, dat staat ook in het artikel van Ollongren is nu een handreiking aan het schrijven waarmee gemeenten en andere overheden binnen de AVG burgers online kunnen monitoren. En dan denk ik, waarom moet ik als burger door mijn gemeente gemonitord worden? Ja. en we hadden eerder dit jaar het LIMC, dus dat is het leger die aan het kijken is van die de bevolking in de gaten aan het houden is. En dan heb je het NCTV, waar ook gewoon niet een juridische basis voor is. Dus mijn grondvraag was eigenlijk van, we hebben een grondrecht op privacy. En in de manier waarop in de bestuurstructuur van de staat is macht en tegenmacht en controle op macht vastgelegd. Dus ik dacht, op het moment dat je met behulp van dit soort wetten dat overschrijft, kan dat wel, mag dat wel? Nou ja, daar was Jeroen Pols heel scherp in. Hij zei van nee, elk bestuursorgaan die heeft een strikt omschreven taak. En die mag informatie verzamelen en uitwisselen die bij die taak horen. Mm-hmm. Dus de Belastingdienst mag jouw data vragen, zodat ze jouw belastingaangifte kunnen controleren. Maar ze mogen niet allerhande andere data gaan vragen of een onderzoek naar jou gaan instellen of dat met andere partijen gaan uitwisselen. Dat past weer niet bij dit mandaat. Nee. En weet je ook wanneer deze wetten nu worden doorgevoerd? Of wat is daarover bekend? Nou ja,
nu heeft Grapperhaus het dus ingediend bij de Tweede Kamer op 9 november. Dus dat zal dan besproken worden en op een gegeven moment over gestemd. Dat kan redelijk lang duren volgens mij af en toe. Dat andere, dus de wetgevingsverwerking door samenwerkingsverbanden, die ligt in de Eerste Kamer, maar het is nog niet bekend wanneer daarover gestemd gaat worden. En wat daar wel belangrijk is om je te realiseren is, eerder was er het systeem SIRI, systeemrisico-indicatie. En die wierp een soort van sleepnet uit, ook om fraude en criminaliteit te bestrijden. Ja. Daarover is er toen een coalitie van privacywaakhonden zijn er bovenop gaan zitten en hebben dat voor de rechter gebracht. En de rechter heeft gezegd van dit is een strijd met het verdrag EVRM, dus het Europees Verdrag voor de Mensenrechten. Mm-hmm. En dus die wet is stopgezet. En een week daarna werd deze WGS ingediend. Terwijl deze WGS gewoon eigenlijk een gaat nog veel verder dan wat dat Siri deed. Dus het is ook best wel absurd om te bedenken. Is dat niet, is niet te bevatten dit, of wel? Dit is ja. Dus de rechter heeft er gewoon een streep doorheen gehaald. En daarna dienen ze iets in wat nog veel verder gaat. En wat blijkbaar ook gewoon de Tweede Kamer door is gekomen vorig jaar. Dus ik vroeg ook aan Bas Filippini van, maar zitten die waakhonden er nu niet weer bovenop? En hij zei, ja, ze moeten eerst zo'n wet aannemen voordat je daar een rechtszaak over kunt indienen. Ja, weet je wat ik ook wel eens vaker doe? Dat ik gewoon kijk wie er nou stemmen. Hè? Wie stemmen nou voor deze wetten? Welke partijen doen het eigenlijk? Is het misschien wel even interessant om uit te zoeken binnenkort? De usual suspects, maar er zaten er ook twee tussen die mij heel erg verbaasden. Het FVD en Lijst Kool hadden ook voorgestemd. Oh, oké. Okay. Ja. Dus dat verbaasde mij. Interessant. Kijk, als je het, dat is misschien wel het voordeel van social media. Iedereen deelt wel van alles. Je moet het allemaal wel dubbel checken of het allemaal wel klopt. Maar er wordt ook regelmatig wel interessante dingen gedeeld van welke moties er worden aangenomen enzovoort. Maar dat is weer een ander verhaal. Else, dank voor je tijd. Graag gedaan. Oh, mag ik nog één dingetje er toevoegen? Jazeker. Er staat nog een artikel in de krant. En dat is een artikel over de verkiezingen in Nicaragua. En voor veel mensen is Nicaragua misschien een ver van hun bedshow. Maar dit is gewoon echt een leuk stukje om iets te leren over, nou ja, geopolitieke dynamiek en de achtergrond van dat land. En ik heb daarvoor iemand geïnterviewd die tijdens de verkiezingen daar toezichthouder was. Tijdens de verkiezingen om te zien hoe het eerlijk verloopt. En ik vond het zelf een heel leuk interview. En ik hoop dat mensen daar ook gewoon iets van opsteken van de Amerikaanse politiek en inmenging eigenlijk in Zuid-Amerika. Ja. Precies, lees de andere krant. En de andere krant podcast hoor je elke week als voorbeschouwing op de krant die zaterdag uitkomt. En vond je dit nou een leuke podcast? Doe even een duimpje. En abonneer je op Spotify of op een van onze andere kanalen. Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook de andere krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl.